De regering heeft getracht na te gaan wat de perspectieven zouden zijn bij handhaving van de kolenproductie op het huidige niveau. En na een zo goed mogelijke berekening was dat de conclusie dat bij handhaving van het huidige niveau van de kolenproductie op basis van het jaar 1970 per werkende moest worden gerekend met een nationaal economische last van 180 miljoen gulden. Dat wil zeggen dat per jaar